Mensen met hemianopsie hebben uitval aan één zijde van hun gezichtsveld. Dit komt niet door schade aan de ogen, maar door hersenletsel. Je kunt je voorstellen dat mensen hierdoor problemen ervaren in het dagelijks leven. Mensen kunnen spullen niet meer vinden, ze hebben het overzicht niet meer in het verkeer of ze botsen tegen dingen op. Gelukkig hebben mensen met hemianopsie vaak baat bij compensatietraining. Hierbij leren ze compenseren voor hun gezichtsvelduitval door hun scangedrag aan te passen. Maar kennis over goed scangedrag is op dit moment vooral gebaseerd op kennis van zorgprofessionals. Nieuwe technieken zoals eye tracking en virtual reality bieden de mogelijkheid om scangedrag objectief te meten. Doelstelling van dit project, The Next Step, is om met deze meetmethode de relatie tussen scangedrag en verschillende activiteiten te onderzoeken bij mensen met hemianopsie, goedziende mensen en goedziende mensen met gesimuleerde hemianopsie. Dit innovatieve project zal resulteren in concrete aanbevelingen voor de toepassing van deze kennis en de ontwikkelde prototypes in de klinische praktijk. Dit zal helpen de revalidatie voor mensen met hemianopsie te verbeteren.